Hoi allemaal en leuk dat je weer kijkt. Januari is voorbij en dat betekent dat we weer aan een nieuwe maand gaan beginnen. En we sloten de maand af met de teller op 61 cavia's die erbij kwamen. En dat is niet bepaald weinig. En 11 daarvan waren afkomstig uit het groepje dat we vorige week voortgesteld hebben. En inmiddels zijn deze dametjes verhuisd naar een groter onderkomen wat vrijgekomen is. En dat is één groot feest voor ze. Gelukkig maken ze daar dankbaar gebruik van de ruimte, want vooral de twee jongste meiden, Drizzle en Rainbow, die stuiteren het hele hok door. Waar we normaal gesproken vooral heel veel beren aangeboden krijgen voor afstand, leek het de afgelopen week een heuse vrouweninvasie in de opvang. Er kwamen drie hele leuke damesduo's binnen, vier eenzame meiden die een maatje verloren waren, een eenzaam gecastreerd beertje en tot slot één eenzaam beertje. En niet te vergeten, een fantastisch knap drietal van een gecastreerd beertje met twee meiden. Californiërs in drie verschillende tinten, wauw! Het drietal is gebracht wegens financiële redenen en mag alleen als drietal verhuizen. We zoeken een fijn plekje waar ze vooral in alle rust mogen wennen en niet veel moeten, want helaas zijn ze erg onder de indruk van alles. Om die reden waren ze bij hun oude baasjes ook niet echt in de hand geweest. We verwachten dat het gedrag dat ze laten zien een combinatie is van hun karakter en dat ze niet zoveel gewend zijn. Maar hun looks hebben ze zeker wel mee. Het was afgelopen weekend ook D-Day voor een damesgroepje dat voor de zekerheid 10 weken in opvang had gezeten. Ze hadden namelijk samen gewoond met twee jonge beertjes tot die 5 weken oud waren, ofwel de kans zat erin dat ze hun kunstje al hadden laten zien. Dus dan met 10 weken wachten voordat er bij iemand anders ineens een heleboel verrassingjes in de kooi liggen. Gelukkig was altijd wachten voor niks, want geen van hen bleek drachtig te zijn. Aangezien bijna alle meiden apart gekoppeld gingen worden aan een of meerdere cavia's van andere baasjes, was het ook een heus datespectakel in de opvang. En verrassend genoeg waren alle koppelingen ook succesvol, zodat we niemand na wekenlang wachten teleur hoefden te stellen omdat de cavia's elkaar niet zouden mogen. Terug naar de nieuwe meiden, want meestal is de vraag naar adoptie van zeugjes heel wat groter dan voor beertjes, terwijl de vraag naar afstand voor beertjes weer groter is dan voor zeugjes. We hadden daarom nadat alle cavia's gebracht waren afspraken gemaakt voor diezelfde dag met adoptanten om cavia's te koppelen. En daardoor vond de helft van de dames al een nieuw huisje voordat ze ook maar voorzien waren van een verblijf in de opvang. Dat is heel fijn, want op deze manier hoeven cavia's maar één keer te wennen in plaats van eerst in de opvang en dan nog eens bij een nieuw baasje. Er zijn nog wel wat dametjes over die nog op zoek zijn naar een nieuw baasje, vooral de wat oudere dametjes. We zijn benieuwd wat februari ons gaat brengen. Bedankt weer voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!